We have not got a lot of forensic evidence that links that individual to either of those persons in terms of their dismemberment and the circumstances as to how they died. If one set of circumstances was by accident, he came home and found her dead, panicked and got rid of the body. But would that happen for a second occasion with Melissa? But I'm not sure, is this in the photograph set? Just back in that corner. Yeah, there is the picture on Vuilniszakken was ook Engeland, hè? Paula Fields is ook in vuilniszakken in het water van een parkje. Goedemorgen met Wil Pubben, politie Rotterdam-Rijnmond. In 1990 is er een stoffelijk overschot bij jullie begraven in vak G3184. Dat is een onbekend persoon. En nu hebben wij toestemming van de officier van justitie om voor een exhumatie. We denken te weten wie het is. This is the kind of thing she didn't like about the whole modeling business and was happy to get away from. Bloed dat eruit loopt. Dus het lichaam dat zat erin, dat is in het water, is dat terechtgekomen. She said, if anything ever happens to me, it will be John who kills me. Kijk, wij zijn op zoek naar een grote concentratie bloed. Of dat in het bot is. Hoe lang heeft ze hier gewoond dan? Iets van een paar maanden, volgens mij. She's afraid of this man. She's gonna hang out with this guy because of love and affection. Are you shitting me? I thought he went himself, Dave. You know that look? Mm. You can't really put your finger on it. He looked worried, but it was like, yeah. It was like he was in another world, wasn't it?